uitgebreid dieper werkt dan zonder in de rijke steden. Als gevolg van de torenhoge huurprijzen is het aantal daklozen in Oost-Nederland de afgelopen 2 jaar bijna verdubbeld. Daarom vormen lege woningen een doelwit voor krakers. Advocaat Chris Sharp van de Landlord Group staat vandaag voor de lastige taak. Hij moet optreden namens een projectontwikkelaar die een voormalige drukkerij bezit. Die wordt gekraakt door een groepje dakloze mannen. There's some rather disturbing reports that they aren't shy when it comes to throwing themselves around, pushing people around and making a nuisance of themselves. The very nature of a squatter's action is that you never quite know what you might meet or expect. There's always a sense of anxiety. Chris heeft een gerechtelijk bevel geregeld dat bepaalt dat de krakers het pand moeten verlaten. Als ze dat niet doen, volgt er een gedwongen uitzetting. En dit bevel moet hij persoonlijk overhandigen. Hij hoopt dat het zonder problemen gaat. De krakers hebben duidelijk een groot deel van het oude pad tegengenomen. Vicky. Maar één gedeelte is goed afgesloten. This lock is ours. That I've been bought by somebody that we don't know. Recently opened discarded cans of beer, bottles. It absolutely reeks in here. Er is niemand in het pad. Maar net als Chris weggaat, komen er 2 mannen aangefietst. I'll be honest, when these guys rolled up, I had to be prepared, thinking, here we go again. Advocaat Chris Sharp heeft net een ontruimingsaankondiging opgehangen bij een oude gekraakte drukkerij in Chelmsford. De bewoners moeten het pand onmiddellijk verlaten, anders volgt er uitzetting. You guys don't get your money. Oh, okay guys, let's have a look. Just been our job today. We've got the court order. It's a bottom order, so basically there's no right to be in anymore. So clearly you are. Well, yeah, signs of passionate money.